Ik ben even bezig met mijn tekening. Kijk, dit is ook echt heel gaaf. Nee, je doet het helemaal fout. En dan gaat ze echt heel hard op haar bek. En super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb vandaag eigenlijk alleen nog maar een video geëdit en ik ben de hele dag voor school bezig geweest. Het editen van de video duurde ook best wel lang. Het was een weekvlog die ik heb geëdit. Ik ben nu bezig voor school. Voor school moeten wij een creatieve opdracht maken. We hebben namelijk dus een lied gekregen en elke leerling krijgt een zin waar ze dan iets creatiefs bij moeten maken. Bijvoorbeeld een poster of een video. Iets wat in die 8 seconden, want ik heb namelijk 8 seconden duurt mijn zin, kan laten zien wat creatief is. En dit ben ik dus aan het maken van die folieballonnen. Glas met wijn, horloge en daar ben ik een hamburger aan tekenen. Alleen dat kun je niet echt goed zien. Wat wel heel erg leuk is, is dat ik deze week waarschijnlijk nog met 2 vriendinnen wat ga doen. We gaan namelijk zo'n soort bordspel maken. Er staat er op elk vakje wat anders. Iets van take a shot of iets in die richting. Dus dat is ook heel erg leuk om te filmen misschien. Dus ik ga nu nog even gewoon verder. En dan ga ik vanavond denk ik sporten. Ik zit namelijk echt al de hele dag stil en ik heb wel zin om even te gaan sporten. Het is op het moment 7:30 en ik heb net gegeten en ik ben nog even verder gegaan met die tekening voor school. Ik kan hem wel even laten zien misschien. Kijk, dit is die tot nu toe. Dit zijn moeten dan van die folieballonnen voorstellen. En dan hier een hamburger, hier een glas met wijn, een horloge, geld en van die pokerfiches. Mijn zin is dus, kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken of zoiets. En dan 40 jaar vrijheid, in die tijd is er veel bereikt. Dus dan heb je hier 40 jaar tijd, daarin is veel bereikt. Kom gokken, kom zuipen, kom eten. En dan moet ik hier nog iets van balletschoenen wou ik misschien doen. Laat het me ook trouwens even weten of jullie het leuk vinden dat ik jullie over dit soort dingen ook op de hoogte hou. Want het zijn wel schooldingen, maar het zijn wel creatieve dingen, dus ik dacht, misschien vinden jullie dat wel leuk om te zien. En nu ga ik even een workout doen. Ik had laatst een dansworkout gedaan, een cardio workout. En hij was echt super grappig om te doen. Dus ik denk dat ik die weer ga doen. Ik heb een band hier ook ergens liggen. Ja, hier. Mijn band. Dus ik denk ook dat ik nog iets voor mijn billen ga doen. Booty activation, denk ik, van Pamela. En misschien nog voor mijn buik, maar dat weet ik niet zeker. Ik ga nu de dansworkout doen. Daarna zal ik wel even filmen hoe dood ik ben. En daarna ga ik even de booty activation doen, denk ik. Ik ben klaar met de dansworkout. Ja, hij is best wel heftig, maar hij is vooral echt heel erg leuk. Dus als je absoluut niet van springen en zo houdt, zou ik je die niet aanraden. Want je bent echt de hele tijd aan het springen. Het is vandaag dinsdag en het is nu bijna 12 uur. Ik heb vanochtend al best wel wat gedaan. Ik ben namelijk echt al om 8 uur opgestaan of zoiets. En toen heb ik direct even mijn nagels gelakt, want die zagen er echt niet meer uit. Zalm, roze, oranje kleurtje erop. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Ik weet niet precies hoe je die kleur moet uitleggen, maar deze kleur in ieder geval, die heb ik ook op mijn tenen gedaan. Want daar zaten ook nog wat nagelrestjes op en dat was echt heel erg lelijk. Dus ik dacht, ik doe dat ook even opnieuw. Dus dat heb ik direct vanochtend even gedaan. En rond 9 uur kwam ik erachter dat ik mijn huiswerk van rekenen nog niet af had. Want ik heb vandaag een rekentoets. Dan heb ik om 11:15, dus daar ga ik zo even voor klaarzitten. En daarna heb ik me even klaargemaakt, even een outfitje aangedaan. Gewoon dit en dan nog zo'n kort broekje eronder van Adidas. En ja, die kun je nu niet zien. Ik weet niet of ik die... Gewoon deze, het is gewoon heel erg chill. En dan heb ik voor de rest ook nog allemaal andere vakken. Ik heb namelijk echt alles op de dinsdag qua theorie. Dus best wel een lange dag. Ik heb tot 16:30. Voor de rest ga ik vandaag niet heel veel interessants doen, denk ik. Ja, ik wou vanavond misschien nog foto's gaan maken om 16:30 direct. Mijn les is voorbij en ik ben net even naar Jumbo geweest. Want het is vandaag de 21ste. En dat betekent dat Thomas en ik 20 maanden hebben. En normaal geven we elkaar echt niet elke maand een cadeautje, want dan ben je al heel lang bezig. Dus ik ben net naar de Jumbo geweest en ik heb allemaal lekkere dingen op gehad. Want wij gingen echt best wel vaak naar de bioscoop. Gewoon met een bak popcorn, daar film kijken. Hartstikke gezellig was dat altijd. Maar zoals jullie weten is er natuurlijk nu corona. En daarom heb ik wat heel leuks bedacht. Namelijk een soort
thuisbioscoop. Dus ik heb allemaal lekker eten gehad. Ik heb hier popcorn. Dan heb ik hier van die tukjes. Paprika smaak is dit. Twee blikjes cola, want cola hoort ook altijd wel in de bioscoop. Een van onze favoriete nachos. Dat eten we normaal thuis nooit, maar bij de bioscoop wel. En we gaan vandaag de bioscoop hier naartoe brengen. En last but not least, wat wij ook altijd heel erg lekker vinden. En wat wij thuis ook heel vaak eten. Stuk broodje met kruidenboter. Dus dat is wat ik allemaal heb gekocht. Oké, ik ben dus nu zover dat ik deze tickets heb gemaakt. En ik vind ze echt heel erg leuk geworden. Ik heb al even een schaar gepakt, want ik ga deze zo even uitknippen. Kijk, je staat dus op dinsdag 21 april. Van hoe laat tot hoe laat. Ik doe een media vormgeving opleiding. En ik heb dit gemaakt op Illustrator. Dus wat dat betreft is het wel handig dat ik daar een beetje goed mee kan. Hij is best wel lelijk, dus sorry daarvoor. Dit heb ik gewoon wit gelaten. En misschien dat ik hier nog even wat wil inschrijven. Ik heb hier wel even een nieuw papiertje op gedaan, omdat je anders dat met dat folie zag. En dat was echt heel erg lelijk. Okay, hier heb je dus van dat inpakfolie, heb ik op de onderkant gedaan. Dan hier al het eten erin. En deze tickets wil ik dan uitknippen en die wil ik dan hierop plakken. Want ik dacht, dat is wel leuk. En dan kan hij zien wat het is en wat het allemaal inhoudt. Het is op dit moment avond en we zijn hier echt in the middle of nowhere. Oh. We hebben net een paar foto's gemaakt in het zonlicht. Alleen het waait dus echt ongelooflijk erg. Ja, en nu gaan we even naar een plek waar het minder hard waait. En die man zit... Oh, oi. Ik wees naar hem. En daar zat een man en die keek ons de hele tijd heel raar aan. Thomas is hier op dit moment. We hebben net foto's gemaakt. Hij is nu in de keuken, dus hij komt er zo op het moment aan. We hebben foto's gemaakt en ja, er zijn wel leuke foto's geworden. Ik heb alleen geen detailfoto's gemaakt, dus dat moeten we morgen waarschijnlijk nog gaan maken. Maar we hebben echt maar een half uurtje foto's gemaakt of zo. Dus ik moet nog even kijken wat eruit is gekomen. Die komt hier zo naartoe, hoop ik. Alleen, het duurt lang. Hij is nu weer met mijn ouders aan het praten. Hè, verdorie. Hij wil gewoon niet naar de kamer komen. Een thuisbioscoop. Cute. Maak hem open. Kijk, allemaal lekker eten. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben even bezig met mijn tekening. Ik ben nu paletschoentjes aan het maken, omdat ik alleen nog dansen moest. Dus daar ben ik nu even mee bezig. En ik heb even wat water met citroen en munt erin. Dat vind ik altijd wel heel erg lekker 's ochtends. Ja, het is op dit moment 11:30. Om 12:00 heb ik les. Dan hebben we een vragenuurtje van school. En dat duurt tot 12:30, 1:00. Iets in die richting. En daarna ga ik direct door naar Sanne. Want Sanne en ik gaan samen skileren. Dus dat is heel erg leuk. Want het is ook mooi weer. Dus dat is hartstikke gezellig. Ga ik ook allemaal vloggen. Dus eerst ga ik hiermee bezig tot 12:00, dan heb ik les en daarna ga ik richting Sanne. Vanavond gaan we pannenkoeken eten, dan komt Thomas hier als het goed is nog. Hij moet werken tot 7:00 of zo, dus die zal vanavond of zo pas komen. En we gaan er vandaag gewoon een leuke dag van maken. Het is nu 11:50 en ik heb al les gehad. Het duurde echt heel erg kort, het was voor vragen, maar als je geen vragen had, dan mocht je gaan. En ik heb inmiddels ook de schoentjes erbij getekend. En mijn tante is net even langsgekomen. Die is hier niet binnen geweest natuurlijk vanwege corona en zo. Maar zij heeft ons dus even een tasje gebracht. Want mijn tante is kapper voor de mensen die het niet weten. Met allemaal knipspul en zo. En als het goed is, is mijn moeder nu mijn vader aan het knippen. Vind je het leuk? Ja, spannend. Kijk, we hebben dus echt heel veel gekregen. Echt heel veel. Ik wil wel knippen, hè? Je kan het echt niet. Je moet wel een beetje professioneel proberen te doen, hè? Nee, je doet het helemaal fout. Ja, gewoon niet hoor. Die zit zo een beetje in dat haar en dan zit ze gewoon met een beetje van die plukken eruit te knippen. Ja. Maar je gaat van hier naar hier, dat klopt toch ook niet? Ik denk dat je nou echt heel erg gefrustreerd raakt als je een kapster bent die hier naar kijkt. Nou, ik vind dat je het nog netjes doet. Alleen die bakkenbaard heeft mijn moeder er per ongeluk echt half afgehaald. Kijk, dit gebeurt er dus als je kapster gaat spelen, terwijl je geen kapster bent. Oké, mijn ouders zijn nog steeds bezig met knippen. Maar ik heb in ieder geval even een jasje aangedaan. Deze is van de Alice Store, want ik ga er zo vandoor. Zoals ik al had verteld, ga ik samen met Sam skileren. En ik heb hier nog even een tasje bij gepakt. Ik wou eerst die van Ideal of Sweden doen, omdat ik dacht, ik neem toch alleen maar mijn mobiel mee. Maar toen was ik even vergeten dat ik mijn camera ook mee moest nemen. Kijk, dit zijn alle skiers die we hebben. Echt heel veel. Ik ben de afgelopen jaren niet echt meer gegroeid in schoenmaat. Dus vandaar dat ik deze nog pas. Heel erg fijn. Deze zijn van Fila. Dit is het geworden. Ben je er trots op? Ja? We zijn nu onderweg. En Sanne en ik gaan elkaar, zeg maar op de helft gaan we elkaar meeten.
geen bromfiets, scooters, motoren en voetgangers toegestaan. Wij zijn voetgangers. Nee, wij zijn skileerders. Hou je bek. Oh, je bent aan het filmen. Ja, ik ben hier met Sanne en we staan bij de Mac. Alleen we kunnen niks halen. Ja. Ik heb jouw phone, ik heb dit na. Oh, kijk, dankjewel. God. Nou, ik ook nog eens wat bij je beleven. Vertel, wat is er gebeurd? Nou, kijk. Ik wou dus, of gaan we hier zitten? Ja, hier. Vertel eens even wat er is gebeurd. Nou, kijk dit. Ik ja, daar zijn we zo'n trappetje. Ja, we hebben een ijsje gekocht. En toen liep ik met mijn ijsje van dat trappetje af. Maar we hebben skiers. Ik zeg nog, want zij was echt aan het struggelen. Ik zeg nog, wacht even, dan vlog ik het. En zij loopt gewoon door. En dan gaat ze echt heel hard op haar bek. Je had het echt moeten vloggen. Want mijn ijsje vloog nog net niet door de lucht. Je zag echt zo zijn van die blokjes erop. Je zag echt die blokjes echt zo vliegen. Ze zijn wel lief dat ze mij doekjes geven. Ja, maar hij kwam ook echt met zo'n hele stapel doekjes aan. Het gaat ook helemaal fout. Nee, mijn camera valt hier sowieso af. Maar dit... we zijn best wel sportief hoor. Nu lijkt het alsof we helemaal niet sportief zijn. We zijn dan naar de Mac gegaan. Dat klinkt echt... We gaan proberen een thumbnail te maken. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar oké. En we zijn weer onderweg terug naar huis. We zijn zeg maar, in het begin zijn we naar elkaar toe geskielerd. En nu zijn we ook weer naar het midden geskielerd. Dus nu skieler ik ook weer terug naar huis. Er komen weer mensen aan, heel ongemakkelijk. We hebben best wel... Een flink rondje gedaan. We zijn namelijk eerst helemaal naar het industrieterrein heen gegaan. En daarna zijn we nog naar Nijverdal gegaan. Toen hebben we nog zo'n pad gevolgd door het bos. Het is op dit moment avond. En ik ben op dit moment bij Thomas. Thomas moest vandaag de hele dag werken. Het was ongeveer 11:30 bij mij. En nu is het al 11:00 geweest. Ik weet niet precies hoe laat het is. Maar ja, wij gaan zo nog even Temptation kijken. Ja, dat was het eigenlijk alweer voor vandaag. En morgen heb ik nog even school, als het goed is, denk ik. Ik heb vanavond nog even een stukje van de video geëdit. Niet zo heel veel, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin in. Goedemiddag, het is vandaag donderdag. Ik ben zo in de war met de dagen, dat is echt niet normaal. Vanochtend ben ik bezig geweest met school. Ik moest vandaag namelijk alles inleveren. Ik dacht dat dat morgen pas moest. Maar dat moest vandaag blijkbaar, dus daar ben ik vanochtend mee bezig geweest. En ik heb de tekening ook afgemaakt. Ik zal daar nu wel even een stukje van laten zien. En ik ben op dit moment bij Thomas. Het is echt heerlijk weer. Dus ik heb gewoon dit topje aan. En dit broekje. En ja, ik ga jullie vandaag ook gewoon weer meenemen. Ik heb trouwens helemaal geen make-up op. Had ik helemaal geen zin in. Dus vandaag een lekker blote billen gezicht. We zijn op dit moment even buiten. Want we zijn even een rondje gaan lopen. En we hebben een bal mee. Twee workouts gedaan. Ik heb namelijk een ab workout gedaan en een booty workout. Het is op dit moment 2:30 en wij zijn hier in de Sahara van Ommen. Heel erg mooi plekje dit. En hier gaan we zo even wat foto's maken voor de leuke sieraden van Finaste. Want we hadden laatst hadden we deze week ergens hadden we ook al een keer foto's gemaakt. Alleen dat waren foto's van heel ver af, dus kon je de sieraden niet zien. Dus vandaar dat we hier nu even zijn. Dit heb ik trouwens aan. Dit truitje van Villa, kort broekje en Dr. Martens eronder. Ik heb een half kilo zand in mijn schoenen al. Ik niet, ik heb laarsjes aan. Nou. Hier? Dat is het. Oké. Het is op dit moment 8:05 en ik ben hier met mijn vriendinnen Sanne. En Dian zit daar, ze zitten gewoon op 1,5 meter afstand. Kijk, Dian is hier bezig met het maken van allemaal vakjes. En daar gaan we dan allemaal dingen inzetten. En hier hebben we nog een bakje.
met allemaal vragen erin. Dus dan gaan we in die vakjes neerzetten. True or dare of zo. En dan moet je er hier even pakken. En nog allemaal andere dingen. Dus dat wordt hartstikke leuk. En we hebben eten. Dus dat komt goed. Sfeerbeelden. Sanne kwam hier. Hier is de finish. En dit is move back. Ik ga helemaal hier. Helemaal hier. En helemaal hier naartoe. Dus ze is weer bij de start. Hoe voelt dat? Oké, we gaan nu de boel opruimen. En ja, het was heel gezellig. En hoe stop ik deze video? Goedemiddag, het is vandaag zaterdag. Het is op dit moment 2:30, denk ik. Ja, het is op dit moment 2:30. En ik heb vanochtend lekker uitgeslapen, want we waren gisteren nog best wel laat bezig. Heel erg leuk om een keer wat te gaan doen met je vriendinnen. We waren wel met z'n drieën, maar ja, we kunnen ook niet met meer personen vanwege de maatregelen. En vanochtend toen ik wakker werd, heb ik me direct even omgekleed. Ik heb gewoon deze hoodie aan van Majorly, die zit echt super fijn. En ik heb deze trainingsbroek van Adidas aan. Want ja, dat zit ook gewoon super comfortabel. En ik heb echt geen zin om nu iets anders aan te doen. Want ik ga nergens naartoe. Het enige waar ik vandaag naartoe moet is mijn werk. Want ik moet namelijk van 5 tot sluit werken. Dus van 5 tot 9:15. En wat ik vanochtend nog even heb gedaan is mailtjes gestuurd. Ik heb vanochtend echt heel veel mailtjes gestuurd. Voor samenwerkingen en dat soort dingen allemaal. En ik heb ook nog even een post gedaan voor Finaste. Voor de sieraden. Hebben we gisteren foto's voor gemaakt. Zijn echt heel erg leuk geworden. Dus wil je die nou zien, ga dan even naar mijn Instagram, danique.hosmar. En daar heb ik hun dus ook de foto's voor gestuurd. En ik heb stories gemaakt voor Finaste, voor in mijn verhaal. Ik heb gewoon nu alle mailtjes beantwoord. Dus dat is ook heel erg fijn. En nu ga ik even mijn kamer opruimen, denk ik. Want het is best wel een bende. Het is op dit moment 4:00. En ik heb vanmiddag mijn kamer opgeruimd. En ik heb even een pizza in de oven gedaan. Heel erg lekker. Dus die ga ik zo even opeten. En daarna ga ik me klaarmaken voor werk. En dan ga ik daar naartoe. Het is vandaag zondag en ik ben op het moment bij Thomas. Ik heb me net even klaargemaakt en we gaan zo even wat eten. En om 3:00 moet ik werken. Het is op dit moment 10:45. Dus we hebben nog wel even de tijd. We hebben net gebarbecued en ik heb gewerkt tot 6:30. En nu zit ik samen met Thomas in de SLK, dat is onze nieuwe auto. En deze kan dus met het dakje open. Heel erg leuk. We gaan nu even een stukje rondrijden. Vandaar dat we ook jassen aan hebben. Best wel dikke jassen, want het is wel avond natuurlijk. We zijn op dit moment bij de Bonfanie. Dat is een ijssalon bij ons in de buurt. En we hebben ijsjes. Oké, zoals ik dus net al had gezegd, hebben we een nieuwe auto. En ik dacht, misschien is dat ook wel gewoon even leuk om te laten zien. Kijk, dit is de auto. Het is een SLK, zoals ik dus al had verteld. En het dakje kan open, dus dat vind ik heel erg leuk. Kijk, dit is ook echt heel erg gaaf. Er staat dus ook Mercedes. Als je de deur dus open doet. Dat is hem. Weten jullie dat ook weer? Het is op dit moment avond, het is al best wel laat, bijna 12:00. En wij gaan zo slapen, het was vandaag heel erg leuk. Dus bij deze wil ik ook deze weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Wil je nou meer van mij zien, kun je me altijd volgen op Instagram. Dit is namelijk mijn Instagram, danique.hosmar. Ik ben er heel erg actief op, dus ik zou het heel erg leuk vinden als je me ook zou volgen. En voor de rest zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog zou doen. En even een reactie achterlaat. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog en tot de volgende. Doei doei!